Goedemorgen, daar zijn we weer. Ik ben Anne Veringa, teamlead bij IT Solutions. Een poos geleden ben ik samen met Manon naar Barcelona geweest. En hebben we daar super gave vlogs gemaakt over hetgeen wat we daar allemaal gedaan hebben. En omdat dat zo ontzettend leuk is geweest en jullie dat bevallen is, ga ik nu naar de Next Web. En het liefst had ik dat samen met Manon gedaan, maar Manon is op vakantie helaas. Of nou ja, helaas voor mij en gelukkig voor haar. Ik ben reuze benieuwd, ik ga jullie meenemen en tot zo. We zijn er bijna. We gaan eerst maar eens even de badge verzamelen. Yay, ik heb een ticket. Ik neem jullie even kort mee een trein over. Het is echt best wel groot namelijk. Hier achter mij heb je de entree. Achter die entree is de T500, de workshops met de jonge talenten. En hier heb je eigenlijk een soort festivalterrein in Spanje met foodtentjes. In het midden een grote tent met sprekers. Ik ben binnen, maar ik ga eens even kijken hoe het programma er eigenlijk uitziet. Dus ik heb een programmapapiertje met de app erbij om even te kijken wat ik precies ga doen vandaag. Ah, dat is wel interessant. Kevin Rowe. Ik ga even naar mijn eerste spreker, dat is Kevin Rose. Hij is een entrepreneur en investeerder in veel tech-innovaties. En hij krijgt 5 hete vragen uit de schenen geworpen waar hij over moet antwoorden. Inmiddels ben ik collega Ramon tegengekomen. Workshop, workshop en workshops. Ah, 3? 2. Quote hacking. Quote hacking. Ja, met name hoe we teams kunnen laten groeien, organisaties kunnen laten groeien en dat kunnen versnellen. Oké. Okay. En hoe kun je een product in de markt zetten en hoe kun je dat zorgen dat klanten dat zo snel mogelijk ontgaan. En nu ga ik even naar een praatje over augmented reality en artificial intelligence en de praktijk daarvan. Ik ben heel benieuwd. Naar de T500 workshops. Dat zijn workshops die aan de Talent 500 wordt gegeven. Onder andere door Armin Amro. Het is helemaal aan de andere kant van het terrein, dus ik neem jullie even mee. Interessant. Oh, ik zie ook Abby hier. Yes, we zijn er bijna. Hey Moreno, collega. Hey. Jij gaat zo meteen een workshop doen met wat talenten. Ja, klopt helemaal. Wat ga je doen? Nou ja, het is een ronde tafel sessie, dus er schuiven volgens mij iets van 7 talenten aan. Ik ga ze wat over Tiki vertellen, over ideeën die zij wellicht hebben, of projecten waar ze aan werken, waar ze dus mee bezig zijn. Wat is jouw rol geweest bij Tiki? Ik ben eigenlijk sinds de uitrol van Tiki verantwoordelijk voor alle online marketingactiviteiten. Normaal gesproken doe ik natuurlijk de campagnes maken voor ABN AMRO en Tiki is natuurlijk heel wat anders. Dat is echt wat anders, ja. Ja, dus dat is voor mij super tof dat ik dat zo kan doen. Hier op een hele natuurlijke omgeving, vlakbij het bos. Ik heb net een presentatie gezien over blockchain en met name security van blockchain en hoe het zichzelf in stand houdt. Van een hacker die, als ik het goed heb gelezen, al sinds 1991, dus vanaf het moment dat het kon, een zeer professioneel hacker is en hackers opspoort. Heel erg bezig is met de security en hij was groot fan van blockchain en noemt het de grootste revolutie in het internet sinds het internet bestaat. Toevallig, toen ik net met Moreno bij de T500 workshop was, kwam daar net Jury uit die van onze bank is en heel veel van blockchain weten. Daar ook een interessante workshop had met de jonge talenten over blockchain. Dus we zijn er zeker mee bezig, maar ik vind het ook mooi om te horen dat we dus met de goede dingen bezig zijn en dat het ook hier bevestigd wordt. Naast mijn natuurlijk geweldige vlog zijn mijn collega's hier achter ook aan het vloggen en die zijn allemaal quotes aan het opnemen van de bezoekers hier. En dat kunnen jullie ook gaan bekijken binnenkort. Hack the Bank hier ook rondlopen met onze prachtige cameraploeg hier achter mij, die ook aan het filmen is, aan het interviewen is en allemaal hele toffe scènes aan het opnemen is. En dat gaan jullie ook zien hier achter mij in het prachtige rode. Wat je ziet is een van de founders van de Next Web. Die loopt hier ook rond in een super opvallend pak. Weet je alles van iedereen te interviewen. Volgens mij zijn de dag er bijna op. Tenminste, ik heb net de allerlaatste presentaties gezien. Dus ik ga richting huis. Pak zo de trein richting Rotterdam. Het was een zeer inspirerende dag. Bye bye Next Web.
it. See you next time.